Jong Sparta op het kasteel tegen Linde. Sparta de hekkensluiter. Linde de nummer 3 in de tweede divisie. En de eerste kans is voor Sparta. Dit is een hele grote kans voor Sparta zelfs. Goede reflex van Schimmel op de inzet van een van de voorwaarts van Sparta, Dervin Zoglu. Dit had hem kunnen zijn. Daar heeft de ploeg dus van Kraai alle geluk van de wereld. Dit is een goed schot. Ook goed gepakt door Kranings. Het schot is van Bendadi. Een van de goede spelers van Linde die dus goed aan het seizoen begonnen is. Dan de tweede helft. De hoekschop van Bendadi en Broekhoff. Goeie goal. En zo leidt Linde op het kasteel via de aanvoerder. Vorig seizoen werd het 2-2. Toen gaf Linde een 2-0 voorsprong weg. En Sparta in de aanval. Goeie loopactie en daar is de gelijkmaker. Fout van Doelman Schimmel. En De Winter met zijn tweede van het seizoen. Hij scoorde eerder in de wedstrijd tegen Achilles 29. En hier maakt hij dus de 1-1. Fout van de doelman van Linde. Dan weer een heerlijk balletje van Bendadi. En komt hier de 1-2 aan. Ja, het is de 1-2. De invaller nota bene. In de 82e minuut Bella Saan. En wat is Bendadi belangrijk voor de ploeg van Kraai? En hij maakt het beheerst af, Bella Saan. 1-2, we zitten in de slotfase. Sparta zet nog een keer aan voor misschien een gelijkmaker. Vorige week pakte het een verdienstelijk punt in Bunschoten tegen IJsselmeervogels. Ja, wanorde in de verdediging bij Linde. En daar is nota bene in de slotfase de gelijkmaker. Weer is het De Winter, zijn derde nu dus van het seizoen. En weer is het 2-2. En weer laat Linde een paar punten liggen in Rotterdam op het kasteel. Want De Winter scoort dus de gelijkmaker. 2-2 is de einduitslag. Ja, 4 minuten extra tijd. En hij kan erom lachen, want hij pakt het derde punt met Sparta.